Hallo en welkom. Je kijkt en luistert naar een verkorte uitzending van Radio Parascoop en je presentator is Mark. We hebben een kleine testuitzending en we gaan het hebben over het leren afschakelen. En over de chakra's gaan we een deel spreken en over het aura. Leren afschakelen is bijzonder belangrijk om bij jezelf te blijven en in je eigen energieveld te kunnen leren staan. In je eigen energieveld staan betekent dat je rustig bent en let op je ademhaling. We leren bij onszelf naar binnen te gaan en in onze energielagen te kijken waar dat wij last van hebben en hoe we bepaalde zaken anders beter zouden kunnen sturen. Dit gaat samengepaard met het leren focussen op het aura en de chakra's. De blokkadepunten zijn via onze energievelden te leren herkennen. En kunnen we, door leren aan te geven waarmee we echt zitten, leren aan te voelen wat er bij ons speelt. Bijvoorbeeld, ik kom niet bij mezelf uit. Ik plezier altijd de ander, maar voor mezelf blijft er geen tijd over. Ik moet maar nemen hoe ik in het leven sta. En ik heb geen andere keus. Er wordt voor mij bepaald. Ik kan geen eigen regie ontwikkelen. Alles wat anderen doen, daar luister ik dan maar naar en ik dans eigenlijk naar hun pijpen. Ik kom niet in mijn eigen energieveld. Als ik het over gezonde voeding heb of praat, dan wordt daar vaak storend over gedaan, omdat anderen daar anders over denken. Volgens anderen dring ik hun mijn mening op. Terwijl ik het eigenlijk alleen maar goed bedoel. De chakra's zijn belangrijke energiebronnen, die als zij omgeven door het aura dichtgeslagen zijn, niet vrij kunnen stromen. En van daaruit dan ook de blokkadepunten energetisch verzwaren. We leren per punt te omschrijven waarmee dat we zitten. En gaan dit vervolgens leren te lokaliseren. Wanneer dat wij van bepaalde zaken het meest last kunnen hebben, zodat we kunnen benoemen hoe we energetisch ons door anderen laten bepalen en niet bij onszelf uit kunnen komen. Als we leren op de chakra's af te stemmen, dan krijgen we een overzicht op ons energetisch lichaam. Dat bestaat uit ons auralagen en de chakra's. De 7 belangrijkste chakra's zijn het stuitbeenchakra, het energetisch chakra, het energiechakra wel genoemd, en de zonnevlechtchakra, het hartchakra, het derde oogchakra, de keelchakra en de kruinchakra. Wel te stellen dat het keelchakra en het derde oogchakra zo benoemd zijn. Ons aura bestaat uit belangrijke energetische velden, lagen, waarmee wij onszelf in verbinding kunnen stellen. De meest belangrijkste lagen zijn het mentale lichaam, de etherische laag en de astrale laag. De lagen die van het aura hebben direct verbinding met onze chakra's. En daardoor kan energie verwikkeld raken wat daar niet thuis hoort. En door deze verkeerde doorstroming dat blokkadepunten kunnen ontstaan. Zuivering van het aura als zuivering van de chakra's zijn van tijd tot tijd steeds weer belangrijk om te beoefenen. Hiermee komen we sneller weer in onze eigen energie. En dit was voor hier een kleine testuitzending over de chakra's en het aura. U ziet mijn microfoon en een stukje van mij in beeld en hoop dat in ieder geval het geluid goed is opgenomen. Met dank naar het luisteren naar deze testuitzending. Bye bye voor nu, tot de volgende keer.